Dat komt, dan zijn ze echt in zijn kot blijven. En dat ze niet veel auto's rijden. En het kan nog beter. Je mag binnen zijn en, buiten. Niet naar zee gaan, niet naar vrienden gaan. Blijf in jullie kot. Hou vol. Dank u allemaal voor naar mijn nieuws te kijken. Ik ben Jules de Leesleider van Uit Mijn Kot. Ja. Een bevestigde COVID die nu achteruit gaat en via de spoed wordt opgenomen. Hebben ze wets nog iets gezegd? Dat die thuis in isolatie was, maar die... Ah, die was in isolatie thuis. Ja. Maar nu toch niet zo goed gaat. Doe maar. Manneke, manneke, manneke. Ah, dan nu met hier. Ik ben zat hier met de zon. Ziekenwagen Kampenhout aangekomen over. Goedendag meneer, ça va? Ja, doe maar. Mocht je daar niet even naar wachten op de stoel? Precies, kort van adem. Hugo, wel eens en klaar, hè, als je wilt. Oké. Ja, je mag mee komen, mee. Ja. Ziekenwagen Kampenhout, COVID 2, is richting lokaal, maar we zijn nog niet beschikbaar. We moeten onze wagen nog ontsnappen. Dan zullen we het materiaal pakken, wel als kruiper te maken. Hè. Ga ik kuisen en niet controleren? Ja, dat is goed, ze maar. Ja, oké. Okay. Ze hebben zo'n schattige café, hè. Dat is ons gerust laten. Voor de andere gevallen worden wij nu niet gebeld. We staan nu in bijstand om in feite de andere ziekenwagens te helpen dat zij andere zaken kunnen doen en dat wij gewoon de patiënten van naar huis, naar het ziekenhuis toe kunnen vervoeren. Check. We gaan een jatje koffie drinken. Hè. Ah, terugmelden dat we in orde zijn. Hè. Ja. Ziekenwagen Kampenhout, COVID 2 is terug klaar voor de volgende rit, dus alles is ontsmet, alles is proper. Merci. Het is warm. Gezondheid, hè. We zijn begonnen als gewoon Rood Kruis vrijwilliger. En mijn jongste zoon is heel zwaar fysisch en mentaal gehandicapt. En als we een keer aan de zee waren, als hij heel jong was, had hij dringend hulp nodig. En ik stond daar met mijn mond vol tanden. Ik wist niet wat ik moest doen. De ziekenwagen is toen gekomen en toen heb ik gezegd, hij mag nooit geen tweede keer meer voorvallen. In feite, mijn jongste zoon heeft mij aangestoken in feite voor bij het Rood Kruis te gaan om te weten wat ik zou moeten doen. En ja, ja. De enige dat je gebeten bent door de microbe gaat dat altijd maar verder en verder en verder. Hallo, met Christiaans. Hoe zegt hij? Evertle, ja. Naar Gastensberg. Oké, okay. Bedankt. Bijzondere tijden vragen bijzondere maatregelen, ook voor ons journalisten. Goed voor u? Ja, goed. Oké. Okay. Als ik op deze manier mijn werk kan doen, dan kan ik nog tot 75 doorgaan. De eerste zal beter zijn, ja. Ik zal de muziek van de... Goed. Tot nu toe lukt het zo, een dikke week. Beter zo dan op straat of in de studio in Brussel. Voor mij is dat aanpassen hoor. Ik ben heel erg gewoon geweest om altijd gewoon rond te trekken. Een technisch team rond mij. En nu moet ik dat zelf allemaal met 35 soorten kabeltjes om een verbinding te hebben dat de klank werkt, het beeld werkt enzovoort. Natuurlijk is dit beperkt. Hè. Je kunt informatie blijven krijgen, maar vroeg of laat moet ik wel toch ter plekke kunnen gaan, moet ik iets kunnen gaan doen. Maar ja, dat gaat nu niet. Hè. Alleen, je moet je aanpassen aan wat het er is. Hè. Wat kan ik zeggen? Is dat nou de juiste of niet?
Hier is het. Veel kabeltjes. Allee, godver. Waar zit dat hier? Voilà, dan deze moet marcheren. Hoor je mij? Ja, oké. Oeh, je ziet mij niet. Nu wel? Ah, oké, goed. Denk je dat we om 6:30 naar Syrië zouden kunnen gaan? Denk je dat dat realistisch is? Het zou wel eens kunnen zijn dat we tot het einde van de... voor de zomer vastzitten. Maar ja. Jo, werkzaam. Bon, sorry, het heeft even geduurd. Maar... ik voel me soms zelfs een beetje... allee, dit geeft mij nut nog. Anders zou ik mij nutteloos voelen. En dan zou ik waarschijnlijk in de buurt gaan maaltijden rondbrengen of zo. Want ik zou niet kunnen zomaar zitten en niks doen. Dat denk ik niet. Het is een oorlog die niet door mensen gemaakt wordt. Dat is iets helemaal anders. Dus laten we zeggen dat we er allemaal in zitten. En ik hoop alleen maar dat er een beetje... dat alle mensen beseffen dat er solidariteit nodig is. Daar gaat het om. Hè. En dat is in een echte oorlog helemaal anders natuurlijk. Hè. Nu, in dat opzicht denk ik dat het leerzame en misschien hopelijk heilzame tijden gaan zijn. Nu, allemaal veel lof voor de mensen in de ziekenhuizen. Voor dingen. Maar ik herinner me de betoging, ik heb ze nog gedaan van de Witte Hoeden. Hè. Dat ze een beetje een opslag vroegen en het niet kregen. Of de mensen van de poetshulp die een euro meer vroegen. En hoe lang miserie heeft het gekost voordat ze een euro meer kregen? Ik hoop dan, als achteraf de rekening betaald wordt, dat we die mensen niet gaan vergeten. Ja, ik ga even met een buur bellen. Antonio. Hoe heet u? Vieni fuori? Vieni, parliamo un po', no? Allora. Eh, ben dis donc. Et comment ça va aujourd'hui? Ça va mieux. Ouais? Ça va mieux, mais j'essaie de me reposer le maximum, quoi. Mais c'est propre maintenant, hein? Oui, j'ai eu le temps de travailler un peu dans le jardin. C'est bien, c'est bien. C'est juste. Bon, allez, on se parle plus tard. Hein. Ça va, quand tu veux. Ciao, ciao. Ciao. Merci. Salut. Finger and lick it after I'm done. So we have three. Ew. Rolls. Ew! There you go. Three That's rolls. Terrible. Kunnen we hier ook koffie krijgen? Ik heb al een tas op, dus. Zet u maar. We doen nu. Interministeriële conferentie, dat is met alle ministers van volksgezondheid van ons land. En dat is de eerste keer dat dat via Skype gaat verlopen. Maar dat is wel spannend, omdat ik dan ook de voorzitter ben en het woord moet geven. En dan via Skype, als er drie in je vinger opsteken, dan ik maar aan één. Dan moet ik dan nog volgen wie dat eerst. Maar we zullen het zien. Zo gaat dat hier nu, jongen. Ze zeggen altijd dat je de lange arm moet hebben in de politiek, maar nu is dat echt wel waar. Ook hier veel kantoren leeg, hè? Ze werken laat, het is avond. Dus het is nu nog wel vroeg voor hier veel mensen te zien. Maar inderdaad, we zitten maar op een derde van het normaal aantal mensen. Hier zijn. Al dat kan van thuis werken, zelfs de telefoons, dat gaat van thuis. Eén vergaderzaal hebben we echt coronazaal gemaakt, dus echt waar de coördinatie gebeurt. En natuurlijk voldoende de grootste zaal genomen, dus die is ingepakt. Ik vond gisteren een kaartje in mijn bus, vond ik zo lief. Van een kinesiste van het dorp, die zei, ik stuur u toch maar een kaartje dat je weet hoeveel mensen er achter u staan.
Ik vond dat zo... Allee, je komt dan thuis, het was een moeilijke dag en je post ligt daar. En je denkt dan, oh, van de slag was al een vermoeidheid weg. Ja. Ja, niet alles, maar allee, toch veel. Ja. Ik heb me eigenlijk voor mijn eigen uitgemaakt als we hier uitgeraken dat, dat ik denk dat ik een keer ga thuis blijven. Misschien een keer vakantie in eigen huis en tuin. Maar boom. Dat zullen we nog wel zien. Er is nog iets belangrijker dan vakantie, denk ik. Hè. Chef van het park. Ik zit hier al 35 jaar en heel onze ploeg zit nu op thuis na vanuit de coronaziekte. Werk ik hier gans alleen in het park. Ik heb het voorrecht voor helemaal alleen voor te werken natuurlijk. Het is hier 35 hectare groot en hier is werk genoeg. Ik ben hier controle aan het doen van de kettingen en de veiligheidsbeugels. Al hetgeen dat ik nu gedaan heb, tegen dat de mannen doen, moeten ze niet meer doen. Een lange winter. En dan zijn we blij dat het park weer terug open gaat, dat je terug mensen onder u hebt en zo. Nu met die ziekte is het is verschrikkelijk. Ja. Normaal gezien zou april open zijn, dan zouden we hier 6.000 tot 8.000 of plus bezoekers hebben. En die zich echt dood. We nog even willen doorgaan met plezier maken, maar we moeten jammer genoeg de attracties nu sluiten. Veel plezier op de terugreis en hopelijk tot binnenkort! Leegte. Ja. Ik en alleen en de vissen in het water. Het allemaal draait, is dat mooi, hè? Ik probeer het ook positief in te zien. Ja. Natuurlijk niet dat ze zeggen van hey, april zouden we normaal open gaan, maar als je de berichten allemaal hoort, dat zal niet verdrukt zijn, denk ik. Het moet echt de wereld uit zijn. Ja. En dan alle remmen terug los. Ja. De zon schijnt, het lentegevoel is, bij de mensen begint te kribbelen en zo. Ze zijn allemaal wel in een on-off bezig of zo. En, maar eerst hou het op. Hè. Je kunt niet blijven poetsen en ja, ik wel. Ik kan hier blijven poetsen. Het is werk genoeg. Ik probeer elke morgen met hem te gaan fietsen tussen de 2 en 4 uur. En daarna zit ik achter mijn computer en probeer ik alles een beetje in goede banen te leiden. Maar er is inderdaad veel meer tijd om te sporten. Ik moet zeggen dat die focus van 4 jaar geleden elke dag meer en meer terugkomt. Voor mij verandert er eigenlijk niet zoveel. Ik heb juist meer tijd om nu met te focussen op mijn sport eigenlijk, waar ik niet naar school moet gaan. Ik moet alleen s'avonds wat taken maken. Maar dat maakt het voor mij in ieder geval wel aangenamer. De eerste stages gaan wegvallen. En waarschijnlijk ook de eerste wedstrijden. Maar ik denk dat het shock-effect voor een atleet niet zo heel groot is.
ten opzichte van het dagdagelijkse leven, waar hij zijn eerste... Hij moet zich altijd verzorgen, is altijd met zijn voeding bezig. En eigenlijk wordt er van ons nu verwacht dat we allemaal een klein beetje topsporter zijn. En als je een goede conditie hebt, denk ik dat je toch iets beter beschermd bent. Ja, als topsporter ben je sowieso al een beetje op je hoede met wie en wanneer en, dat je een hand geeft. En ik denk als je blijvende schade aan je longen eraan zou overhouden, het kan toch eens goed zijn dat je carrière voorbij is. Dus ik ben vrij voorzichtig voor het moment. Maar Raptor chronische man. En er goesting in. We zijn op het Sven Nys Cycling Center, waar ja, heel veel activiteiten worden ontplooid. Teambuildings georganiseerd, bedrijven die naar hier toe komen. Hier worden jonge kinderen opgeleid in kampen. Hier is een museum, je kan hier iets komen eten en drinken. En vandaag is hier niks. Hier en daar individueel iemand die eens over het domein komt gefietst. Hier vliegen normaal heel veel vliegtuigen boven ons dorp. Die moeten landen in Zaventem. De hoge drukreinigers die het slijk van de fietsen spuiten. Kinderen die hier rondfietsen. Dat is allemaal weggevallen. Er is enorm veel stilte. Hoe is hij als trainingspartner? Ja, we kunnen elkaar echt zeer doen op training, denk ik. En, dat is soms plezant, maar het wordt ook terug beter elke dag. Dus het gaat moeilijk worden. Amai. Ik voel inderdaad elke dag meer en meer rennersbenen terugkomen. 3 uur fietsen aan een behoorlijk tempo wordt terug makkelijker. Ja, dan word ik fanatiek. Hoe beter ik word, hoe fanatieker ik word. Ik denk dat het atleet zijn in mij nooit echt zal sterven helemaal. Dat gaat altijd ergens in mijn achterhoofd blijven. En dit is weer zo'n opstoot daarvan. Het is misschien een beetje vreemd uitgedrukt, maar een heel positief virus dat terug in mijn lichaam is geslopen, waar ik enorm van geniet. Straks weer een concurrent erbij te doen. Ja, zo ver gaat het niet komen, denk ik. Maar het is wel plezant dat we terug wat tijd hebben om samen te gaan rijden. En ik geniet er wel van. En ik ga nog één ding zeggen. Van sporten, daar worden niet moe van. Hè. Van niks doen, daar worden moe van. Yeah. Hey, ik ben Gies Winne vanuit mijn hof. En ik wens jullie allemaal heel veel sterkte toe tijdens deze moeilijke coronatijden. En ik heb daar het perfecte liedje voor. I gave you a hard time. I told you the news. Well, there's no I'm sorry. There ain't no excuse. And I promised you sunshine. I promised you you'd be all mine. Whoa. Instead of the good times, Corona came. Took your health away. I gave you hard times, baby. Mm-hmm. I told her a truth and lies. Mm-hmm. I gave you hard times, baby. Mm-hmm. I told her a truth and lies. I promised you you'd be your man. Whoa. Instead of the good times, a killer came and took your heart away. Hey, I gave you hard times, I gave you hard times, I gave you hard times. I told her the truth and lies. En blijf veilig in uw kot.